Het ministerie van Volksgezondheid gaat samen met de verschillende ziekenhuizen de mogelijkheden bekijken om griepklinieken op te zetten. Dit haalde de directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Yesrun, gisteren aan op de dagelijkse persconferentie van de overheid. Yesrun legt uit dat een ieder met griepverschijnselen bij deze klinieken terecht kan. Op deze wijze wil het ministerie van Volksgezondheid ervoor zorgen dat mensen die mogelijk besmet zijn met het COVID-19-virus geen bedreiging vormen voor anderen op de normale polyklinieken. We gaan het regenseizoen in. Ja, we gaan een periode in van griep. Vandaar dat we dus daarom ook keken naar de mogelijkheid voor griepklinieken. We willen dat de mensen wel leren eerst naar de huisarts te bellen. Je beschermt daarbij ook anderen meteen, je medemens. Eerst naar je huisarts bellen. Maar je kan gevallen hebben dat mensen en hun huisarts bellen. Of 178. Of toch nog radeloos zijn. Of niet happy zijn met het antwoord dat ze hebben gehad. En sommige mensen hebben iets, ik moet goed de dokter zien. En daarvoor willen we toch wel kijken dat die mensen dan niet gewoon naar any polykliniek gaan. Want nu krijg je een verspreiding. Iedereen gaat maar naar polyklinieken. En dan krijg je een mengelmoes van mensen met griepverschijnselen tussen andere mensen die voor hun bloeddruk daar zijn, voor iets anders zijn, voor een gebroken voet ergens zijn. En dan krijg je mensen met een chronische ziekte, de onderliggende ziekte, die kwetsbaar zijn. Dat moeten we zoveel als mogelijk scheiden. Verder wijst Yesrun erop dat er verschillende griepsoorten in Suriname zijn. Hoewel de verschijnselen overeen kunnen komen, zegt ze dat niet elk geval het COVID-19-virus hoeft te zijn. Dus alles kan een beetje verwaard worden. Waarom heeft men daarom een hele goede definitie gemaakt en case definition genoemd van een suspect case? Is omdat je moet voldoen aan een paar voorwaarden. Ben je naar het buitenland geweest? Ben je naar een risicogebied geweest de afgelopen 14 dagen? Want aan de klachten alleen ga je het niet kunnen herkennen. Je moet de persoon ondervragen met betrekking tot hun reisgeschiedenis. Dus niet elke kosso en niet elke nies die u her en der, misschien zelfs ook in de zaal zou kunnen horen, wil zeggen COVID. Ja, natuurlijk. Men heeft het al een gedeelte gestigmatiseerd en alles dat hoest nu is COVID. Wij zien die filmpjes ook op YouTube of op Facebook en op WhatsApp. Ik krijg bijna van alles ook binnen. Directeur Cleopatra Yesrun van Volksgezondheid. Zij sprak gisteren op de dagelijkse persconferentie van de overheid over het COVID-19-virus. Het plan van de griepklinieken wordt vandaag door de regering verder uitgewerkt.